Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Landal Hoogvaals. En kijk, ik geniet van het uitzicht hier. Maar wij gaan ons toch bezighouden met gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. En dat doen we onder andere met een vlog van Job bij de grote inspiratiebron van mij en Kerngezond. Hij gaat op bezoek bij Remy. Dat straks. Natuurlijk ook de Sumo Challenge met de leerkrachten. Maar zoals jullie gewend zijn, beginnen wij met het kerngezonde nieuws van deze week. De leerlingen van de basisschool in Reuver gingen aan de slag met hun zintuigen. En wel op een bijzondere manier. Om de leerlingen te laten ervaren hoe het is om met een beperking te moeten leven, probeerden ze geblinddoekt het parcours af te leggen. Ook konden ze proberen om een trui aan te doen met behulp van slechts één arm. De scholieren kregen ook bezoek van Danny Hilferink, die als gevolg van een ongeluk blind is geworden. Ondanks die handicap is hij toch nog in staat om bijvoorbeeld gitaar te spelen. En topwielrenster Sabrina Stultjens en triatlete Nijske Becks brachten onlangs een bezoek aan de scholen in Zevenum en Kronenberg. Zij vertelde over gezond gedrag en sportiviteit. En natuurlijk mocht ook iedereen op de foto met ze. Hallo, ik ben Job. Ik hou van mobiel rijden. Ik kan met mijn moeder mee met de auto, fietsen, lopen en rennen. Maar niet iedereen kan dat. Ik ga vandaag op zoek bij mijn grote vriend Remy. Gaan jullie mee? Hallo, ik ben Remy. Ik ben 27 jaar. Ik woon hier al bijna 8 jaar. En ik lig regelmatig in het ziekenhuis. Maar als ik hier ben, ben ik er altijd een feestje van. Ja, kom maar. Hoi Remy. Hoi Job. Hoe gaat het? Goed. En jou? Ook goed. Goed zo. Kan ik jou op de camera laten zien? Ja. Nou, dit is de boekkast. Mooi. En de groen. Mm-hmm. Nou, hier de jas heb ik. En ja. Hier de douche. Zit je al lang in een rolstoel? Ja, om een nieuwe brieven. Hoe ga je daarmee om? Ja, goed, ik ben, ja, ik weet niet beter. Ik maak er elke dag een feestje van. Zullen we een spelletje doen? Ja, leuk. Beste? Ja. Ah. Geintje, ik heb de kaart van elkaar brengen. Oké, mooi. Zie je nou wel dat je ook leuk een spelletje kan doen met iemand die anders is dan jij? En nu weg met die camera. We willen een leuk spelletje doen. Ik ben Marie-Louise, ik ben van de Krullenvaar, vertegenwoordig onze groep 6. En ik doe mee omdat ik natuurlijk sneller wil zijn dan Henk Berkhout op de triolier. Haha, jazeker juffrouw Marie-Louise, dat was helemaal in de roos. 25 bonusseconden gaan van haar tijd af. En die tijd was 38.18.
Min 25 dus, en dat wordt 13-18 als eindtijd. Goed voor een tweede plaats op onze ranglijst. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Tijd voor onze wekelijkse rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. En weet jij het goede antwoord? Stuur het dan samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar onderstaand mailadres. De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en is eregast op de Kerngezond afsluitdag aan het einde van dit schooljaar. En dit is de goede oplossing van de opgave van 2 weken geleden. Van de palm verander je de P in een W en de L in een R. En dat maakt warm. Zingen zonder de eerste letter en zonder de laatste 2 letters wordt ing. En het laatste plaatje is een map. De M gaat eraf en de A wordt een U. En zo ontstaat het woord up. Alles bij elkaar maakt dat warming up. De jury heeft onder alle inzenders de winnaar uitgeloot en die staat nu onder in beeld. Van harte gefeliciteerd. Hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Kerngezond TV. Denk aan het insturen van het goede antwoord op de rebus. Je kan daar echt mooie prijzen mee winnen. Je kan nog steeds gratis abonnee worden van ons YouTube kanaal Kerngezond TV. Onder in beeld staat precies hoe dat werkt. En dan bedank ik jullie voor het kijken en graag tot volgende week. Hoi! Kerngezond TV is powered by EVT. Landal, de Lommerbergen, Reuver en Hoogvaals. En Limburgs Uitje.